In dit vak zeggen we natuurlijk heel vaak, oh het is zo zwaar, oh het is zo hard werken. Ja, natuurlijk is het ook wel, maar ik weet het eigenlijk niet hoe het anders is. Ik heb altijd gezongen, gedanst, gesprongen, gepresenteerd. Ik heb nog nooit een andere baan gehad. Ik heb eigenlijk nog nooit in mijn hele leven echt gewerkt. Dat ga ik vandaag doen. De boefjes. Dan belooft wat. Goedemorgen, Lisa. Goedemorgen, Chantal Jansen. Ik kom bij je werken. Leuk, dankjewel. Ik maak voor je open. Ja. Nou, zij vinden het leuk. Goedemorgen, jij bent Monique. Ja, hoi. Hoi Chantal, Monique. Hallo. Aangenaam. Nou, ik kom werken vandaag. Ja, goed. Oh, jij hebt Crocs aan. Kan ik die ook nog aan? Want ik ben gewoon net als jij vandaag, ja. Natuurlijk. Nou, gaan we dan. Nou, wat leuk. Het is nog zo clean, hè? Ja. Zoals er geen kindjes zijn. Is dit ook even je rustpunt van de dag? Ja. Ja, nee. Er kan elk moment kunnen de kindjes komen. Dit is Edith. Goedemorgen, Edith. Goedemorgen, Chantal. Edith. Ik ben jullie nieuwe collega. Nou, spannend. Ja, leuk. Ja. Oh, dan nog eens de eerste klant. Goedemorgen. Oh, hallo jongens. Hallo, dit is Rijntje. Dag Rijntje, met je aap. Hallo lieverd. Hi. Hi. Dat is spannend. Naar mama zwaaien. Kom maar. Oh, wat ben jij klein. Ja, mama, ga weg. Nou, je vindt het niet zo erg dat ze gaat. Had je een lastig weekend? Zat ze de hele tijd zo achter je aan, van doe dit, doe dat, ruim de kamer op. Ik vind je echt een heel leuk klein soort van dingetje. Ja, sterretjes. Want Chantal is een ster. Dus ik ben een musicalster, een tv-ster. En ik sta nu met Crocs. En jij hebt net een scheetje gelaten op mijn hand. Ja, het is heel erg duur waar je nu aan zit. Het is een ring. Ook heel duur. Zit je nu met je kwijlpootjes aan? Maakt niet uit. Hé, hey, dat is vandaag. Kom, gaan we naar de poppen kijken. Hallo, Tyler. Hallo, hoe gaat het met jou? Echt die sterren! Echt waar? Oh? Ja, niet dieren! Niet waar, echt? Ik ben dieren! Nou, het is paniek en ik weet niet wat er. Ja, het is verschrikkelijk. Nou, maar je bent best wel. Gaat het goed? Goed, ja. Ja, goed, ja? Ja. Ja? We moeten hem wel een quitclaim laten tekenen. Rijn is een soort van charmeur, eigenlijk. Nou ja, dat kan. Je kan meteen alles laten zien, Rijn, maar over een paar jaar dan. Ja, dan moet dat toch afgelopen zijn. Het is wel pittig, hè? Het gaat wel in één keer door. Ik ben het ook wel niet meer gewend dat je de hele tijd met een kind bezig bent. Want mijn kind zet ik nu af en toe gewoon voor de tv. Maar ik vind vooral dat je gewoon geen moment. Ik bedoel, dit. Als ik je leidster ben, dan kan ik dit niet doen. En wat ik ook pittig vind, zijn deze. Het is pittig. Eigenlijk zou je dit willen hebben. Dat je het gewoon even uitzet. En dan leg je hem gewoon zo neer. En als hij dan van de bank valt, dan maakt het ook niet uit. Chantal, we gaan aan tafel. Oké. Eten. Yeah. Eten. Zo, lekker visstikje erbij. Mag ik misschien een hapje? Mag ik ook? Ik ook zo? Ja. Mag ik een stukje visstik? Ja, dankjewel. Makker zeg. Hapje voor James. Hapje voor Van Paul. Wil je nog een hapje? Nee? Nou jongens, we even aan toe. Ja, er zit natuurlijk nu niet meer, maar ik dacht dat je klaar was.
Dus toen heb ik het opgegeten. Maar nu, ja, maar nu geef je me het idee dat je nog meer had willen hebben. En ik zit al in mijn buik. Ja, dit was een misverstand dan. Ja. Kan hij niet goed lopen? Nee. Nou, hij kan wel goed slaan. Heb je het leuk? Hadden we eigenlijk niet afgesproken dat jij weg zou gaan? Nee. Nee. Ik vond je toch eigenlijk wel heel leuk. Doei. Maar ik doe het gewoon bij jou. Dag lieve. Oh ja, ik heb het voor mekaar. Ja. Ja. Dag. Yes. Het voelt dan toch goed dat ze dan eigenlijk niet mee willen. Ja, het moment van afscheid. Ik vind het wel jammer dat ik deze uit wil doen. Nou, ik vond het echt heel erg leuk om mee te maken. Ja. En ook gewoon dat het een totaal ander vak is. Ja, mag ik je heel erg bedanken, ja. Monique. Echt superleuk. Ja, jij ook bedankt. Nou, daar gaan we dan. Ja. Oh, ik moet mijn crocs uit. Dat waren de boefjes. Nou, maar ik vond dit echt, echt heel erg lief. Zo lief, zo goed met die kinderen. En ik vond het ook gewoon heel erg leuk. Deze totaal andere baan. Maar natuurlijk niet 5 dagen in de week. Zoveel kinderen en in die zorg, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Maar als er nog iets gaat gebeuren, een bepaalde samen, smelting, dan zou ik hem wel hier naartoe brengen. Want ze doen het hier echt heel erg lief. Ik had een leuke dag.